We zijn hier midden op de Veluwe in een heel groot beukenvak, beukenbos. En Willem, hoe staat het met die beukennootjes dit najaar? Nou, dat gaan we hier bekijken. Het gaat natuurlijk om dit soort dingetjes. Kijk, dit zijn beukennootjes. Ja. Hier ligt gewoon een hele vracht aan beukennootjes ligt hier in feite tussen. Als je dit hier zo zou optellen, want als je hier een beetje rondkijkt. Laat me eens even zien, Albert. Kijk eens even om je heen. Nou, dat is aardig wat beukenbos, hè? Dan kun je bedenken dat hier gewoon tonnen aan beukennootjes liggen te wachten op de Cape. Tenminste, dat is de vogel die het meest specifiek eigenlijk beukennootjes eet in Europa. Die deelt hij natuurlijk wel met boomklevers, koolmees en weet ik veel wat. Maar hier ligt dus echt zoveel dat dat is genoeg voor heel veel kepen. Dit jaar zijn er ook veel. Veel beukennootjes of veel kepen? Allebei. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat is dus lang niet altijd zo. Soms zijn er geen beukennootjes en dan zijn er ook nooit kepen trouwens. Maar soms zijn er wel heel veel beukennootjes en zijn er geen kepen. Dat hebben we een klein beetje onderzocht, hoe dat in elkaar zit. Ja, we beginnen natuurlijk bij de gegevens uit Nederland. We hebben een enorm bestand van tracktail data. Dat wordt verzameld door honderden tracktellers die echt najarenlang, urenlang, dagenlang trek aan het tellen zijn en daarbij die kepen trouw noteren. En daardoor weten we dus wat er aan kepen langskomt ieder jaar. Dat kunnen we met elkaar vergelijken. En verder hebben we de PTT-tellingen, de wintertellingen, waarbij, die kennen jullie allemaal natuurlijk, waarbij je 5 minuten op een punt telt. En daardoor hebben we een hele goede indruk wat hier, althans in december, aan kepen nog rondhangt in Nederland. Daar komt uit dat er eigenlijk enorme fluctuaties plaatsvinden. Dus het ene jaar heel veel, het andere jaar heel weinig. Ja. En dat heel veel, dat valt dus altijd wel samen met die beukennootjesmast. Die zo eens in de 3 tot 6 jaar plaatsvindt. En de mast, dat betekent trouwens dat er heel veel beukennootjes zijn. We hebben nu zo'n mastjaar, hè? We hebben heel veel beukennootjes. Ja. Dat zien we hier ook wel. Echt heel veel, ja. Ja. En wat is die cape eigenlijk voor beesten, Willem? Nou, het is eigenlijk een heel noordelijk broedgebied. Ja. Dus echt tegen de toendra's aan, de noordelijke taiga-zone, dat is zijn optimum. En het grappige is, die beuk, dat is een gematigde soort. Dus die komt echt helemaal niet zo noordelijk voor. Het meest noordelijke is Zuid-Zweden. Het meest oostelijk, dat is halverwege Polen. Dus die kepen moeten echt eerst wel zo'n 1000 kilometer vliegen voordat ze die beuken tegenkomen. En wat daar nou nog een beetje het probleem bij is, is dat die beuken die hebben dus heel veel zaad 1 keer in de 3, 6 jaar. Maar dat gebeurt over hele grote oppervlaktes, gebeurt dat synchroon. Duizenden vierkante kilometers. Dus je kunt als cape wel dat beukenareaal binnenvliegen, maar dan weet je nog helemaal niet zeker of je in de mast terechtkomt. Ja. En dat is natuurlijk waar ze op aansturen. Letten we eigenlijk op als we die cape opzoeken. Ik ken ze heel erg van het geluid, hè, van dat kerp, dat zeurderige geluidje. Ja. En als ze vliegen, dat kep, dat korte, in plaats van een u bij de vink, een e. Ja, ja. Nou, dat is eigenlijk best wel een heel goed kenmerk, want dat hoor je op iets grotere afstand. En om het verschil te zien, moet je ze wat dichterbij hebben. Zie je die prachtige oranje schouderpartijen van het mannetje, ook de flanken zijn mooi oranje. Ja. En dat dan contrasterend met het zwart en het wit in die vleugelpartijen. En het grappige is, ze hebben een heel contrastrijk kleed, maar als ze eenmaal tussen die beukenbladeren zit, dan vallen ze dus weg. Ze hebben een ietsje langere snavel dan de vink, die heel geschikt is om waarschijnlijk om beukennootjes open te maken. De randen zijn ook wat scherper dan van een vink, dat kun je voelen. Ik denk dat die echt helemaal is toegesneden op die beuk in de winter.